Ja, dat is een mooi cadeautje zo. Ja, je bent 31 en je wint hier ook de Koninginnenrit. Ja, vorig jaar werd ik 30 en ik zeg altijd dat deed wel zeer, want dan begin je toch stil aan oud te worden. Maar vandaag is dan toch een teken dat het nog niet oud misschien, maar nog niet versleten. Wat een thriller ook vandaag. Hoe heb jij die finale beleefd? Ja, lastig. Heel lastig. Ik kwam natuurlijk al van voor te zitten, ja, voordat de favorieten gingen eigenlijk. En dat kostte wel veel kracht, maar daarna kon ik alsnog die mannen volgen. En toen was ik eigenlijk wel redelijk naar de kloten, dus ik heb gewoon gegokt op het einde. Want die mannen waren wel nog iets frisser dan ik, maar zo pakte het toch goed uit.